Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door... Nu de geallieerde legers in een onweerstaanbare opmars de Nederlandse grens overschreden hebben, wil ik uit naam van u allen, onze bondgenoten, een hartelijk welkom toeroepen op onze vaderlandse bodem. Het uur der bevrijding heeft geslagen. Nederland herrijst. Achteraf gezien was onze minister-president in dit radiobericht dat op 4 september 1944 werd uitgesproken op Radio Oranje iets te optimistisch. Er werd zelfs gezegd dat Breda al bevrijd zou zijn, maar dat zou helaas nog 2 maanden op zich laten wachten. Ook hier in Etten-Leur werd reikhalzend naar de bevrijding uitgekeken. Hier op de Bredase weg waren het spannende tijden voor de familie Maassen. Zoon Ad was al van jongs af aan regelmatig te vinden bij zijn overbuurvrouw in het Witte Paard. Dus toen hij vlak voor de bevrijding een veilig toevluchtsoord zocht, wist hij dat hij daar veilig was. En natuurlijk wilde Daan daar graag meer over weten. Wanneer merkte u dat de bevrijding eraan kwam? Dat was 's avonds en toen waren die Duitse troepen, die gingen allemaal op de vlucht. Op de fiets, alle mogelijke voertuigen namen ze mee om zo vlug mogelijk weg te zijn. Dat was op Dolle Dinsdag. Er werd op de deur geklopt en toen, maar ja, wij zaten achter en alles was verduisterd. En toen hoorden we op een gegeven moment naast ons over zo'n poortje klimmen bij de buren. En we zaten in de donkere, ja, dat is natuurlijk idioot, zaten we aan tafel, eigenlijk niks te doen. En er werd meteen mee een licht binnengeschoven en een revolver op de raam. Er was een Duitse officier met een gewone Nederlandse jongen erbij. Maar het kwam erop neer dat die jongen vroeg of dat ik mee kon gaan, want hij stond mee een lekker band. Ik zei, nou, dan gaan we mee. En ik pakte zo'n draaiende kriek mee en mijn overal aan. En die stonden nogal een eentje weg, ongeveer, ik denk, 800 meter. En toen kwam ik eraan en daar had je, was het een open vrachtwagentje. En op dat vrachtwagen er zaten een stuk of 5, misschien 6... Duitse vliegers. Intussen tijd dat ik daar stond te helpen, stopte er een Duitse personenauto. Mag het zich voor, die Amerikanen zien kort voor Roosendaal. Ik dacht, jezus mina, dat is wat, want ik stond daar met een krik. Dus toen hadden we de wielen verwisseld en het was fietsers en Duitse lopers en motors en auto's en... Hij zette zijn pet af en hij gooide er een tientje in. En die anderen die erbij waren, die vulden ook nog aan voor tot een totaal bedrag van 42,50 gulden. En zo'n grote... een echte zeem, die toen in de tijd nergens te krijgen was. Dus ik blij naar huis, voornamelijk omdat de Amerikanen zo zouden komen. Dus ik ging in een holletje naar huis, want ik dacht, ik neem een overal met zo'n rijend ding, direct komen die Amerikanen tegemoet en dan word ik godverdomme ter plaatse neergeschoten. Dus ik liep wat ik kon. Maar ze bleven nog een maand weg, de Amerikanen, want die lagen nog voor de Nederlandse grens, ik weet niet hoe lang. Iedereen
die een fiets had, ja, die moest je hem afgeven. Hè? Als je militair tegenkwam, moest je maar denken dat een fiets kwijt was. Ja. En dat deden zij, dat deden die Duitsers, omdat zij moesten vluchten. Ja, die moesten vluchten. Omdat die dus paniek. Die hadden paniek, hè? Die waren gewoon. Ja, natuurlijk. En dus die konden mee een lekker band niks doen. Nee. Dus die moesten een fiets hebben. En van tevoren hadden ze ook al fietsen gevorderd. Dus de meeste mensen die nog een goede fiets hadden, die verstopten hem natuurlijk en zetten een oude fiets terug aan de. Aan de weg. Ja, ja en dus ze vorderden ook paard en een kar. Oh, ja, ze kwamen bij ons langs en zo vluchtten ze richting. Ja, natuurlijk. Ze moesten toch weg natuurlijk. Breda. Richting Breda zijn ze gevlucht. Wat ik mij daarvan kan herinneren, hè, wij woonden dan iets schuin tegenover de Lambertskerk. Je kon kijken tot aan Bredaarseweg toe. En de mensen in de buurt die stonden allemaal te kijken. En ja, wanneer zouden ze komen? Op een gegeven moment kwam er iemand met de fiets voorbij. De vlaggen uit, de vlaggen uit. Nou, en er was nog geen soldaat te zien. Hoor. Maar vlak daarachterop kwam er eentje, hé, geen vlaggen uit, niet, dat mag niet, geen vlaggen uit, geen vlaggen uit. Dus. Met de bevrijding ging je dus buiten Etten-Leur ergens naar een boerderij. En dat deden wij ook, wij zaten in de Rijsbergseweg. We zaten samen bij familie Reijers. Dat is nou Zunnersweg. De Duitsers die trokken dat terug. Dat is een hele grote schuilkelder, daar moesten wij erin. En daar wouden ze een kanon naast zetten. Dan is dat gelukkig niet gebeurd, want ze zijn toch verder getrokken. We zaten buiten en toen kwamen er ook heel veel vliegtuigen over. En die zagen me naar de raad weer teruggaan. En ik dacht, ja, die zijn ook niet zo ver weg geweest. Toen bleek achteraf dat ze dus vliegveld Gilserijen gebombardeerd waren. Oh ja. Dat hebben ze helemaal plat gegooid. 2 uur na die bombardementen kwamen de stofvolk van dat vliegveld. Het was helemaal zwart, ja zwart, bruin van zand, maar helemaal donker. De zon kon er niet meer zien. Yeah. Zoveel zand kwam. Ik weet nog goed, toen naar Arnhem, dat die vliegtuigen, ik weet niet of jullie dat weten. Er kwamen miljoenen voorbij. De lucht zat helemaal zwart van de vliegtuigen. Nou, wij keken allemaal naar boven, maar we wisten dat ook niet. 1 vielde met vliegtuigen. Maak het jaar, hè? Dan moet je goed kijken, want dan zie je hier leven niet meer. Het weer gewoon donker. Zo'n massa vliegtuigen kwamen erover. En die vlogen dan naar het Noordoosten zo. Wisselwijnen natuurlijk, maar richting Arnhem. Ja, dat is toen een mislukking gebleken, achteraf. Maar, die kwamen allemaal bij ons voorbij. Hè? Die kwamen allemaal hierover. Allemaal over, hè. De lucht was helemaal vol met vliegtuigen. Ja. In opdracht van de Duitsers werden beschikbare mensen geprobeerd te pakken te krijgen voor kuilen te graven. Maar dat deed niemand, want ze doken allemaal onder. Waarom werden die kuilen dan gegraven? Nou, dat geallieerde troepen die waren volop in opmars. En toen moesten ze eigenlijk valkuilen graven om die tanks militaire voertuigen niet door te kunnen laten. U zat hier ondergedoken, maar toen dacht u dus... Ik zat hier ondergedoken en toen zijn we voor de nacht, deden wij iets heel stoms, want toen gingen we in de lift zitten slapen, Ben Verliemd en ik, en die zetten me halverwege stil. Maar dat was natuurlijk heel dom, want als de stroom uit zou vallen, dan zaten we opgesloten, waar niemand iets van wist. Ik kan me goed herinneren dat daar die militairen aan 2 kanten van de weg te voet aankwamen. Ja. En ik was dus bij familie De Bruin. En dat was eigenlijk het ouderlijk huis van mijn moeder. En die hadden een grote mand met appels staan en zo, weet je niet. Die gingen gelijk naar buiten, die kregen die militairen. Ik liep langs een heel klein zandpaadje. En dat kwam van de bijlopen en van de turfvaart. Dat zijn van die kleine beekjes. En er kwamen ook zo soldaten. Mannen en die hadden het geweer. En die liepen zoals eentjes achter elkaar. En daarachter kwamen auto's. Een soort vrachtwagens met van die grote witte sterren erop. En die kwamen van de kant van de Panhoeve af. En er werden op de wei, op het land dus, werden daar de kanonnen weggezet. S'morgens al vrij vroeg
begonnen die beschietingen vanuit de Neerstraat en dat waren onze bevrijders. Uw huis is toen ook beschoten, hè? Ja, ja. Die ochtend. Ons huis, die hele zijkant lag eruit. En intussen rende u over straat terug, omdat u dacht, ik ben thuis, veilig? Ik ben thuis, maar ik heb wel even moeten staan wachten. En dat was wel schrikken, want je ziet zo je eigen huis. Ja, ik zag mijn eigen huis. U maakte zich ook zorgen, want er waren natuurlijk ook mensen thuis. Ja. Ja, dus u maakte zich ook zorgen. In de kelder. Ja. Maar die waren gelukkig allemaal, dat is allemaal goed afgelopen. Dat was toen goed afgelopen. Ik had ontzettend veel speelgoed en dan voornamelijk op militaire gebied. En ik heb er helemaal niets van teruggevonden, alleen dit ene kanonnetje. Dat is het enige wat van mijn prachtig speelgoed over is gebleven. Dus het enige wat het kanon niet kon vernietigen was dit kanon? Ja. Waar komt het eigenlijk op neer? 'S Morgens vroeg hoorde men al in de verte allemaal de tanks aankomen. En die kwamen door de Neerstraat en draaiden ze zo de Bredase baan op. Naast die tanks, daar liepen aan de linkse kant van de weg militairen. En aan de rechtskant van de weg militairen met de geweren in de aanslag. Twee huizen verder had hij een kruidenierswinkel. Van die winkeldeur viel een of andere plank af. En dat maakte een galawaai. En ineens stond de hele rij stil. Want en dan vlogen ze met een man of zes daar naar die deur. Maar er was niks aan de hand. Prachtig. Mijn vader haalde namelijk hier een paar van die veilingskisten. En wij zaten aan de straat op die kist. En dan kwamen dan die Amerikanen die kwamen eraan. Hè. Aan allebei de kanten van de weg liepen ze dan zo richting spoorlijn en dan richting Hoeve. O, joh, dan werd er gezwaaid en gezongen. Ja, prachtig. En net voorbij de watertoren hadden ze ook zo'n heel groot geschut opgesteld. Oh ja, daar komt er een aan. Toen keken wij zo helemaal over de markt. Wij kenden alleen die Duitse militairen met die groene pakken. En toen zag je zo'n militaire pak, waar wij nou kennen, een beetje bruinachtig. Kekenjachtig. Ze zagen één militair. Oh, daar komt er weer een. Er kwam er weer een. Oh, nou komen er drie. He? En zo zag je van lieverlee en op een gegeven moment was het een aangesloten rij met militairen. Dat zo staartgewijze binnenkwam in Etten, dat kwam door het feit dat die Amerikanen hier, dat was een onderafdeling van de Timberwolves, die kwamen zo vanuit Rijsbergen, maar wat hadden de Duitsers gedaan? Die hadden daar een paar van die eikenbomen om laten vallen. En zodoende werden ze wat opgehouden. En toen moesten eerst die zware tanks komen om die bomen aan de kant te doen. Nou, en toen kwam dat rollend materiaal. Nou, binnen de kortste keer stond heel de markt bij ons vol. En toen werden de kanonnen gericht op richting spoorlijn, waar we woonden. Want die richting moesten ze in, hè. Ja, want ze wilden namelijk ook zo snel mogelijk naar de markt. Hier bij Standerbuiten, Zevenbergen. Want daar is flink gevochten. En voor ze daarover waren. Ook in Leur werd uiteraard naar de komst van de bevrijders uitgekeken. En daar kan Piet Teunissen meer over vertellen. Zagen jullie de bevrijding al aankomen? Er werden natuurlijk tegen die tijd aan nogal wat actie ondernomen. Ook in de lucht, vliegtuigen die overvlogen, verkennisvliegtuigen die overvlogen. En links en rechts werd er nog wel eens een granaat afgeschoten op de Leur. Ja, dat zagen we aankomen, ja. Mensen waren naar de kerk, ondanks dat er al kort bij het front lag al de kilometer of vier buiten het centrum van de Leur. Zondags toen werd erop geschoten en schoten ze een paar granaten af. Op de kerk waren de pistolen. En die rokten ook een paard en schijnbaar een paar soldaten, maar dat kan ik niet helemaal bewijzen. Maar dat paard, dat weet ik zeker. Want wij zaten daar op te luisteren en te kijken. Ja, in de verte was er allemaal gaande.
En mijn buurman, ja, die waren heel kordaat. En die ging daar naartoe en die hadden een bijl bij daar. En van dat dode paard hebben ze toen een bil afgehakt. En ik zie ze nog lopen zo op de schouwer. Ze liepen ze met dat grote hamstuk, liepen ze zo naar huis. Nou, wij hebben die een avondje lekker vlees gegeten hoor, want weer gelijk gedeeld door heel de buurt. Er kwam er een uit de kerk, Piet Berk was daar. En die kwam uit de kerk en op het moment dat hij kogelde vloog, vloog er een scherf op zijn bil, op zijn tabaksdoos. Ja. En er gebeurde verder niks. Ja. Hij had een blauwe plek op zijn bil, maar verder niks. En zijn tabaksdoos was ingedrukt. Werd het tegen de tijd dat de bevrijding zeg maar, zich aandiende, werd het toen rustiger of werd het juist onrustiger? Nou, in mijn beleving werd het onrustiger. Ja, natuurlijk. Want er waren veel meer activiteiten. De soldaten die er trokken, die van een aantal plekken al op terugtocht waren of zo, of verplaatst waren, die waren zelf ook heel onrustig. Hè? Ja, dus ja. Toen de oorlog zo wat afgelopen was, toen moesten wij 's nachts malen van 10:30 tot 's morgens 6:00. En dat kwam omdat de stroom verdeeld moest worden, want overdag moest bijvoorbeeld het melkfabriek en zo er weer op draaien en dan hadden ze geen stroom genoeg. En toen zei mijn vader, God, het is zo de laatste dagen voor de oorlog, ga eens mee, hé, dan ben ik niet zo alleen. Dus wij met z'n tweeën om 10:30 naar de meulen. En waren we net bezig, wordt er de deur open gegooid. Staat er een Duitser met geweer in de aanslag. Maar ja, toen ziet je dat er maar 1,5 man bezig was, dus zijn geweer dat liet je al wat zakken. En die moest de weg weten naar Zevenberg, want die was verkeerd gereden. En toen zei mijn vader, ja, wij zijn allemaal bang, zei hij, want het hing vol met lichtkoorts, het was net zo licht als overdag. Je moet niet bang zijn, zei hij. Wij zijn van Normandië af de laatste man. Hij zei, we leven nog. Maar we moeten wel voor 10:30 over de brug zijn, want dan vliegt hij in de lucht. En toen zijn ze samen verder gereden en inderdaad, om 10:30 een knal en de brug in Zwartenberg. In elkaar, weet je wel. Heeft u de bevrijders zelf ook gezien? Ja, natuurlijk. Dat waren een hoogtepunt van het eind van de oorlog. En vooral voor ons als Brakken. In de deuropening stonden wij te kijken. En terug, want je mochten wij niet laten zien. Van de leur af kwamen ze van de voorkant af. Dus op een gegeven moment, ja, toen kwamen ze maandagsmorgens kwamen ze in volle glorie aan. En dat was voor ons natuurlijk schitterend om mee te maken. Bevrijding van hun eigen dorp. Maar ze kwamen echt als één peloton zeg maar, voorbij of nou, nee, verspreid? Nee, ze kwamen voorbij. De Brenkerje voorop. Ja. Daar zaten de paar soldaten op natuurlijk. En daarachter kwam Wiskanten van de straat. Daar liepen de militairen. En daar zijn ze. Wij blij natuurlijk. Maar ja. Nog ingehouden blij, hè. Want je wist het allemaal nog niet. Wij wisten ook niet of er Duitsers ergens wel of niet zaten. Dat wisten wij niet. Ieder huis weer doorzocht en bekeken. Of er geen vijanden zaten, geen Duitsers zaten. En op een gegeven moment kwamen ze ook mee tanks. Ja, toen was het 1,5 feest natuurlijk. Ik had nog een paar best knappe zussen eigenlijk toen de tijd. Ja, die waren echt knap. En dan ging het van you kiss me and me kiss you. Hè. Dat was wel een hobby van die mannen ook. Maar goed, die hadden het verdiend, denk ik. Ja, die mannen die liepen tot aan het Liesbos toe. Want daar kwamen ze de Polen tegen. Die zaten in Breda. Op dezelfde dag. Ja, dezelfde dag kwamen ze elkaar tegen daar zo. Ja. En toevallig, een van die Polen die daar al de bos kwam, die is naderhand met een zus van mij getrouwd. Was het ook een groot feest? Of? Ik kwam naderhand meer. De naderhand moest eerst allemaal een beetje bezinken. Hè. Het weer wel gefeest en gevierd natuurlijk. We hebben grote feesten gehouden hier op de Leur. Ja, ja. Zie je nog dat ze dus een semi-Hitler in elkaar sloegen. Ja, dat weet ik nog. Jaap Schilder was er nog bij betrokken, weet ik wel, op die wagens. En toen hadden ze ook een Hitler, hadden ze aan de lantaarnpaal gangen tegenover de Dominische gangen. Ja, ga niet veel om te feesten toen. Ga niet veel om te feesten. En diegene die wel maar het was wel, ja, het gewaar vrij en dat is, ja. De arm die speelde ja. En we liepen ervoor en weer, ja, drank was er ook nog niet veel. 'S Avonds mochten we allemaal lang opblijven en hebben lopen zingen en springen.
En op een gegeven moment kwamen een paar mensen naar buiten, onder andere Hein van de Bent. Die had een groot, ja, een muziekinstrument bij zich, een sousafoon of zoiets. Een andere die kwam met een kleine trompet, weer een andere met een klarinet. Daar bleken die mensen waren allemaal lid van de harmonie. En daar hebben wij toen gedanst en gezongen, ja, en gesprongen. Ik denk dat we wel met 100 man één grote ronde kring. Oh, dat was een feest en sommigen hadden al een vlag meegebracht. Oh ja, of die hadden al een oranje mutsje op. Er was een bal champêtre. Dan werden er tussen op de markt, die middelbaan, daar werden dennennaalden gestrooid. Daar kwam muziek. De burgers of de boeren of iedereen danste. En dat was een volksfeest. Onvoorstelbaar. Ette en Leur waren dan wel bevrijd, maar voor onze bevrijders was het werk nog lang niet gedaan. Een groot deel van Nederland was immers nog niet bevrijd. Dus al gauw werd de strijd voortgezet. We kwamen aan de watertoren, wisten niet wat gezaagd. Tanks en auto's en soldaten en nog, verschrikkelijk. Maar toen kwamen we op de Leur en dat was toch veel gekker. Er lagen Amerikanen. Nou, wat die bijdragen, wat ze lagen bij ons in de voorkamer, hadden ze gevorderd. Daar hadden ze de kantoor en dan in de schuur, wij hadden toen nog een paar melkkoeien. Daar zaten de soldaten en overal lagen ze rond, weet je wel. En hadden ze kanonnen staan van Vermeerle op het slagveld tot de haven. En die schoten op Zevenbergen en op de Moerdijk. Maar dan aan de andere kant van de haven, daar hadden ze kanonnen staan en die schoten op Dordrecht en Rotterdam. Die waren nog zwaarder. En die schoten heel de nacht en soms overdag nog. Dus de ruiten die trilden er zo van lieverlee uit, weet je wel. Dan hebben ze daar een week gevochten voordat ze over de markt kwamen met al dat materiaal. En daar hebben ze toen heel veel mijnen weggelegd. En daar hebben ze heel veel mensen ook van de Leur hebben daar een been of twee benen verspild. Ja, de Duitsers weggelegd toen ze terugtrokken, hè. Ja, dat is het verraaielijker van de oorlog, dat die mensen daar gewoon liepen en dan ineens op zo'n bom trappen. Ja, dat is onvoorstelbaar. Natuurlijk en alle twee benen kwijt of zo dingen. En er waren er toch verschillende, hoor. Ik denk wel een stuk of 8, 9 die een been of twee benen kwijt waren. Bleven de Amerikanen hier of gingen ze gelijk door? Nou, ze zijn eventjes hier gebleven om te kijken of dat allemaal wel rustig weer. Maar dan, toen moesten ze weer verder, nog richting Zwarteberg. En dan kwam er weer een andere bezettingsgroep. Hè. Na onze bevrijding zagen de inwoners van Etten en Leur heel wat geallieerde militairen komen en gaan. Een geneeskundige eenheid van de Timberwolves nestelde zich onder andere in het Withof aan de Bisschopsmolenstraat. Daarnaast werden er ook Belgische militairen ingekwartierd. Zij ondergingen, onder leiding van Britse instructeurs, zware gevechtstrainingen. Op 8 mei 1945, toen heel Nederland was bevrijd, hebben deze troepen zelfs een overwinningsparade op de markt gehouden. Er volgde een reeks van festiviteiten, waaronder een schouwspel waar de begrafenis van Adolf Hitler in scène werd gezet. Natuurlijk bracht de bevrijding een gevoel van veiligheid en vreugde na jaren van angst en verwoesting. Maar voor velen was de bevrijding ook het meest trieste moment in hun leven. Het was het moment dat ze zich realiseerden dat ze hun geliefden voor altijd waren verloren. De
oorlog eiste in totaal meer dan 72 miljoen levens, waarvan bijna 200.000 Nederlanders en om en nabij 100 Etten-Leurenaren. Een van die slachtoffers was Gerardus van Peer. Gerardus was krijgsgevangen genomen en overgebracht naar concentratiekamp Buchenwald. Toen de geallieerden dit kamp begin april 1945 naderden, besloten de Duitsers het hele kamp leeg te maken. Zo'n 28.000 mensen, die door het leven in het kamp toch al totaal uitgeput waren geraakt, werden gedwongen in zogeheten dode marsen in lange kolonnes naar andere kampen te lopen. Gerardus overleefde een eerste verplaatsing van 250 kilometer. Bij een tweede mars, die nog verder zuidwaarts ging, sloeg op 22 april 1945 het noodlot toe. Gerardus kon door uitputting de kolonne niet meer bijhouden. Hij werd ter plaatse doodgeschoten. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door...